Vier keer in het jaar was er een kaartwedstrijd in het verenigingsgebouw in een van de buurtschappen aan deze kant van Darpen. Een paar mensenleur van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs hadden het zo geregeld dat de eerste woensdagen van oktober, november, februari en maart het gebouw vrij was voor het kaarten. De maand december viel af, want dan had Sinterklaas, de kastdagen en Old en Nee. Januari kwam ook niet in aanmerking door al de nieuwjaarsvisieten. Iedereen kon aan het kaarten meedoen, maar zo barvulle belangstelling was er meestal niet. Het was een eerste woensdagavond van oktober. Twintigen heette het spel dat er gespeeld won. 2 tegen 2, 4 man aan het tafeltje. Die keer ging het aantal katers nog zo wat. Met een stuk of 7, 8 tafeltjes was het toneel van het gebouw al knap vol. Maar gezellig was het wel. Van alles was er, mensenlui en vrouwlui, van 20 tot 80 jaar, van alles de megare. En Wim, een vrijgezel van midden 30, die nog bij zijn oude lui won, was er ook. Wim werkte overdag bij een bouwmaterialenhandel. Het ging hem nog niet eens zozeer om het kaarten, maar meer om de aardigheid en de bordjes, daar was ze liefhebber van. Na iedere ronde van 12 putjes moest het briefje waarop iedereen dezelfde punten moest schrijven, bij de telcommissie ingeleverd worden en won de Overneese lood om met nieuwe tegenstanders aan de volgende ronde te beginnen. Het was een eerlijke regeling, want anders kon je makkelijk hebben dat er een paar bezetten die vullen met elkaar kaarten, die hadden dan op zo'n avond meer kans als een ander en dat wilde de commissie in ieder geval voorkomen. Wim had een hele avond volle geluk. Een paar deurmaatjes, een paar keer eronderin en hij kon even zo vaak 50 punten aantekenen op zijn briefje. Tussen de putjes deur kwam een buffethouder van Skap geregeld vragen of er nog een wat drinken wilde. De meesten namen er wel een stuk of wat. Wim bestelde zich borreltjes en later om avond schakelde over op apfelkorn. Daar was ook leefhebber van. Langzaam won de invloed van drank merkbaar bij de katers. Steuren verker wonderen vroegt, wie heeft er ook alweer troeven gemaakt? Wie moet er eigenlijk geven? Wie heeft er een kaart? Maar nergens won er met mis op de hoogelijkheid. Om 11:45 was een alle putje zoet en kon de winnaar bekend gemaakt worden. En laat nu Wim de meeste punt nemen. De eerste prijs, een flessen apfelkorn. Die flessen kan je niet dichter laten zitten, zei er al wat is een paar. Wim was een beroerd sneed, liet wat glaasjes aanrukken en het duurde niet langer of de flessen was gewoon een leur. Het was al zo wat 1 uur en hoge tijd van op hoes aangaan. Wim kon wel voelen dat hem goed geraakt hadden, maar zat was ze niet. Die maken zich vuurlijk bordjes en apfelkorntjes niet echt bang. Als hij in kaarten ging, was ze altijd met de fietsen en ook deze keer was ze met een kleine 10 minuten bij hoes. Doorzetten de fiets op delen, deed Wieders alle deuren dichten, riep tegen zijn vader en moeder dat het er weer was en ging naar zijn slaapkamer en dook in bedden. Tegen zijn vader en moeder had hij net zo goed niks kunnen zeggen, die sliepen toch gewoon door. 20 jaar terug lagen ze nog wel eens wakker om te luisteren hoe laat het Wim toeskwam, maar die tijd was wis. Hij was eindelijk oud genoeg. Een andere man kwam Wim met een duffe kop in de keuken. Zijn vader en moeder zaten net achter het eerste kopje thee. Hoe is u dat de gornigers over met kaarten? Vroeg zijn vader. Goed, ik had een eerste prijs, een flessen apfelkorn, zei Wim. Waar hij den laten? Daar lustte wie er ook wel een van, zei zijn moeder. Ja, dat wist Wim wel. Voor het naar bedden gewoon nam zijn vader en moeder gern een bordje of een apfelkorn. Een dokter had haar dat nooit verboden. Oh ja, nou ja, wie hebt hem gisteravond direct maar opgemerkt, zei Wim. Hij nog eens zo'n eerste prijs krijgt, wil hem best met naar huis brengen, mijn vader. Wim beloofde dat hij er de volgende keer aan denken zal. Om eerste woensdag van november fietsen Wim weer naar het gebouw om het te kaarten. Maar die keren ging het niet goed. Hij kreeg een hele oven slechte kaarten en trof het ook nog slecht met zijn moorden. Ze versmeten zich af en toe. Nee, het was helemaal niks. Punten in level, dat moest ze zowat iedere keren. Het zat hem een hele oven tegen.
Toen aan het einde van de oven de prijzen bekend wonden maakt, kregen net niet de poedelprijs. Die blamage won hem nog bespoord. Wim groezelen bij de gedachte dat er in de krant had kunnen staan dat hij de poedelprijs had gewonnen. Zijn collega's op werk zouden dat dan ook hebben zien en dan was het lied niet te overzien. Zowiet had het dan nog geluk gehad in de avond. Direct snootiet gingen Luc Nusterke op huis aan, zetten de fiets op de heil en die de aldeur aan dichtte. Toen schotten de binnen dat zijn vader en moeder eigenlijk niet hoeven te weten dat hij zo slecht gekaart had. Hij haalde een flessen apfelkorn van zijn moeder uit de koelkast en zette die midden op de oven. Op zijn werk bij de bouwmaterialenhandel was slim druk, zodoende moest ze s'morgens eerder beginnen en zag zijn vader en moeder donderdagavond. Donderdagmorgen niet. Donderdagavond was Wim ook later, hij moest overwerken. Toen het thuis kwam, was zijn vader en moeder aan televisie kijken. Ieders had zijn glaasje apfelkorn voor zich staan. De half leuge flessen stond midden op tafel. Wim zijn vader zei, gefeliciteerd met uw eerste prijs. En fijn dat je deze keer ook aan onze dag hebt.